Hallo allemaal, vandaag maak ik pizza's met tonijn en gehakt met tortilla vellen. Ik maak eerst pizzasaus, je doet 1 blik tomaten in de kom. Half theelepel zout. 1 theelepel knoflookpoeder. 1 theelepel oregano. En dat mix je heel goed. Ik laat jullie eerst zien hoe ik het met tonijn vul. Je doet dus tomatensaus op 1 tortilla vel. Daarna doe je kaas erop. Ik heb Gouda kaas gebruikt. Je kan ook geraspte kaas erop doen. Dan doe ik tonijn erop. En dan heb ik olijven erop gedaan. En een klein beetje chili saus. Je doet er dan nog wat kaas op. En dan doe je op de andere tortilla vel ook tomatensaus erop. Je doet hem dan dicht. En dan doe je het in een passende pan. De tortilla vel moet er precies in passen, dus het mag aan de zijkanten niet omhoog gaan. En dan bak je hem af op middelmatig vuur. Ik heb hem na 2-3 minuten al omgedraaid. En dan laat je het nog eventjes 2-3 minuten verder bakken. Dan is het klaar. Je hebt dan heerlijke pizza zonder heel veel moeite te doen en een paar minuten klaar. En nu komt hoe ik gehakt pizza maak. Je hebt 1 fijn gesneden ui nodig. Je doet dan een scheutje olie in de pan en dan fruit je de ui goudbruin. Zo, na een paar minuten ziet het er zo uit en dan doe je de gehakt erbij. Je maakt het een beetje los met de houten lepel, zoals je het kunt zien. Doe dan 1 theelepel zout erbij. 1 theelepel peper. En dan ga je het verder losmaken met de houten lepel. Je roert het de hele tijd om, totdat het gehakt goed gaar is. Zet het dan aan de kant en laat het dan eventjes afkoelen. Het mag nog wel warm zijn, maar niet heel heet. Ik heb hier alleen maar gehakt en ui gebruikt, maar je kan er ook andere groentes erbij doen. Door de zelfgemaakte tomatensaus smaakt de tortilla vellen met vulling naar pizza. Je doet op 1 vel tomatensaus. Aan het einde kun je zien wat ik in de tomatensaus doe. Daarna doe je het bedekken met kaas. Dan doe je de gehaktvulling erop. De andere tortilla vel doe je ook tomatensaus op. Je bakt het dan in de koekenpan voor een paar minuten. Dan leg je er een bord op. Dan draai je het om.
En dan bak je de andere kant ook eventjes aan. En dan heb je hele lekkere, makkelijke pizza. Je kan allerlei andere vullingen gebruiken. Zoals ik al eerder zei, je kan ook andere groentes erbij bakken bij het gehakt. Maar je kan ook bijvoorbeeld tonijnvulling gebruiken of met kipfilet. Of alleen maar met kaas en tomatensaus. Dan heb je een soort pizza margherita. En ja, dat is ook heel makkelijk en lekker. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, zodat je op de hoogte blijft als er een nieuw filmpje online komt. Doei!